moest Kroenstad derde en moest winnen om in de running te blijven voor de titel. En Antwerp bouwt al aan een ploeg voor volgend seizoen. Van Wijk wijzigt zijn elftal op één plaats naar de 4-2 thuiszegen van afgelopen woensdag tegen Heist. Van den Broek komt in de ploeg voor Gombami. En het is Moes Kroen dat het eerst kan dreigen. Na 10 minuten een mooie lange bal achter de verdediging. Ruiz kan aanleggen, maar Sengir is bij de les. 10 minuten later is het wel raak voor Moes Kroen. Een snelle uitbraak na een hoekschop van Antwerp. Dova geeft de bal perfect voor. En Ruiz heeft alle tijd om de bal in de hoek te plaatsen. 1-0. Even later wordt de andere verdediging opnieuw in de rug gepakt. Ruiz oog in oog met Sengir. Het doelhout brengt redding voor Antwerp. Maar het is slechts uitstel van executie, want de verdediging van Antwerp blijft een gammele constructie. Op slag van Ruiz bedient uitblinker Ruiz Dova en de 2-0 ruststand is een feit. In de tweede helft gaat Moes Kroen door op zijn elan, maar het is Antwerp dat de eerste grote kans krijgt. Fauché komt alleen voor de goal, maar verslikt zich in de bal. Dit was dé kans op de aansluitingstreffer. Want 2 minuten later krijgt Antwerp de deksel op de neus. Een 1-2 tussen Aliot en Ruiz, randje buiten spel. Maar de goal wordt toegekend, ondanks fel protest aan Antwerpzijde. Sepekil kan de score milderen tot 3-1, maar een mirakel zit er niet meer in. Antwerp kan de goede lijnen van de voorbije weken niet doortrekken en moet zijn meerdere erkennen in Moes Kroen. Je wist op voorhand dat je een goede uitgebalanceerde ploeg tegenover je had. En, dat is ook gebleken. Maar nogmaals, ik denk dat we iets te makkelijk die goals weggeven. En dat is een al, dat kun je niet winnen, denk ik. Dus je moet altijd keihard werken voor de overwinning gaan. Dat lijkt me logisch. Natuurlijk probeer je wel wat uit naar volgend seizoen toe. Maar nu konden we niet, omdat we toch al 8 of 9 man misten. Dus dat was overmacht. Maar ik denk dat we wel in de eerstkomende wedstrijden toch wel wat dingetjes gaan proberen. Dat lijkt me wel logisch.